We zijn deze historische context gestart om stil te staan bij de wetenschappelijke revolutie. En die revolutie leidt tot allerlei nieuwe inzichten. En daar gaan we in deze video's naar kijken. We blijven dus nog even bij hetzelfde kenmerkend aspect. Ja, die nieuwe inzichten en allerlei ontdekkingen dus. Uh, een belangrijk voorbeeld daarvan, uh, dat waren de natuurwetten van Sir Isaac Newton, die we hier rechts zien. Ja, Newton is eigenlijk één van de gasten waar het vak natuurkunde aan te danken hebben. Ja, dat was nooit mijn sterkste vak. De, ik, ik, ik kon er niet zo heel veel mee. Hè. Geschiedenis, dat was uiteraard meer mijn ding. Maar goed, ik ga ze nu toch een beetje proberen uit te leggen. En dat doe ik aan de hand van een poolbiljart. Want daar snap ik al iets meer van. Want uh, die pijlen met zo'n ever bij, die dan staat voor kracht. Ja, die, die ken je uit de natuurkundeboeken. En ja, die hebben dus alles te maken met die wetten van Newton. Hè, de drie wetten van Newton. En er komt straks nog een vierde bij. Oké, okay, ik ga een poging wagen. Uh, mensen met natuurkunde in een pakket die, ja, die krijgen waarschijnlijk kromme tenen. Natuurkunde, docenten uh, waarschijnlijk helemaal. Maar toch, het gaat even om het idee. Uh, de eerste wet van Newton, dat is de wet van de traagheid. Ja, en die wil zeggen dat een voorwerp waar geen enkele externe kracht op wordt uitgeoefend, dat die eigenlijk uh, in hetzelfde tempo blijft doorgaan. Dus in dit geval, die ballen die blijven liggen, totdat iemand met zijn keuter tegenaan stoot. of de ene bal tegen de andere aanrolt of zo. Dat is de wet van de traagheid. De tweede wet van Newton is de wet van, ja, die heb ik maar even actie is reactie genoemd. Uh, oftewel, als ik nou bijvoorbeeld met die keu tegen die witte bal aanstoot, dan breng ik uh, die kracht van die keu over op die witte bal, waardoor die witte bal ineens heel veel snelheid krijgt. En de hoeveelheid kracht die die witte bal krijgt, is dezelfde uh, hoeveelheid kracht als die ik er met mijn keu op uitoefen. Actie is reactie. En dan de derde wet van Newton, die heb ik maar even kracht verandert snelheid genoemd. Nou ja, dat zie je dus al bij die witte bal, als ik er met mijn keu tegenaan stoot. Maar dat zie je bijvoorbeeld ook als die witte bal vervolgens tegen die andere ballen aanrolt. Want die komen daardoor ook in beweging en die veranderen daardoor ook van richting. Dus als er een kracht wordt uitgeoefend op een bepaald voorwerp, in dit geval zo'n bal, ja, dan verandert die van snelheid en misschien ook wel van richting nou dat zijn de drie wetten van Newton, hè, de basis eigenlijk van de natuurkunde. Er is nog een hele vierde belangrijke wet uh, die er ook bij hoort, die ook van hem afkomstig is. En dat is de wet van de zwaartekracht. Hè, dat iets altijd met een bepaalde constante snelheid omlaag valt. Dus als zo'n uh, biljartbal dan uiteindelijk in de pocket verdwijnt, dan valt hij omlaag. Dan valt hij niet ineens omhoog. ...oh jongens, blij dat ik door dit stukje natuurkunde heen ben... ...jullie waarschijnlijk ook... Uh, ...waarom is dit nou zo van belang? Nou ja, omdat die natuurwetten van Newton... ...die zijn een goed voorbeeld van wat er in die wetenschappelijke revolutie... ...allemaal ontdekt wordt... ...en dat ze uiteindelijk tot een heel belangrijk inzicht komen in het algemeen... ...namelijk dat er in de natuur allerlei wetmatigheden gelden... ...dingen gebeuren volgens wetmatigheden... ...die gebeuren niet zomaar... Ja, ...en dat principe, dat gaat ook heel belangrijk zijn... In de Verlichting, maar daar komen we later op terug. Eerst even naar een groot maatschappelijk gevolg van die nieuwe inzichten en ontdekkingen van die wetenschappelijke revolutie. Want uh, die stelden namelijk toch een beetje die ideeën en het wereldbeeld van de Katholieke Kerk ter discussie. Hè? Want uh, ja, die waren vaak in strijd met die ideeën en dat wereldbeeld van diezelfde Kerk. Dat werd uitgedragen door de paus en de bischoppen en de priesters en monniken en nonnen. Uh, want ja, die hadden de Bijbel als waarheid en die hadden Gods Woord als waarheid. En ja, nu bleek dus dat het misschien toch wel een beetje anders in elkaar zat. Nou, denk je bijvoorbeeld aan de ontdekking dat uh, niet de aarde, maar de zon het middelpunt van ons zonnestelsel was en dat de aarde om die zon heen draaide. De kerk had altijd anders verkondigd: hè? Gods schepping, de aarde, die stond centraal, maar dat bleek dus niet zo te zijn. Nou, en al dat soort zaken zorgen voor discussies over de positie van de kerk in die maatschappij. Want die kerk, ja, die legitimeerde haar macht eigenlijk, haar zeggenschap over van ja, wij weten wat er in de Bijbel staat. En uh, via ons kom je in contact met God. En daarom hadden zij controle over de rest van de bevolking. Ja, nu zie je dus dat er nieuwe ideeën gaan ontstaan en dat die ideeën en dat wereldbeeld van die kerk ja, steeds weer in twijfel wordt getrokken. En dat leidt ook tot uh, dat het geloof steeds meer een individuele zaak wordt. Hè? Dus uh, die Bijbel, ja, die kunnen we ook zelf gaan lezen en, en wij gaan zelf met ons uh, geloof aan de slag. En steeds meer mensen vinden dan ook dat ze zelf moeten kunnen kiezen wat ze willen geloven en dat een overheid het geloof niet mag afdwingen en ketters mag vervolgen. Hè? Dus dit soort taferelen zoals we ze hier zien, ketters die op de brandstapel worden gezet omdat ze uh, andere ideeën aanhangen, andere denkbeelden erop nahouden dan de officiële leer van de katholieke kerk. Ja, dat soort zaken, dat zou dus niet meer moeten kunnen. En je ziet dus dat uh, het geloof en de wetenschap, hè, het geloof en de reden misschien ook wel, ja, dat die soms op gespannen voet met elkaar komen te staan.